Mesdames et messieurs, dames en heren, ik zou u willen bedanken van hier aanwezig te zijn. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de votre présence et remercier en particulier le prince Laurent de Belgique d'avoir accepté de nous honorer de sa présence. Prins Laurent van België is hier aanwezig en wij bedanken hem voor zijn aanwezigheid. Tout comme madame l'échevine Zoubida Gelab, échevine de la ville de Bruxelles, compétente pour le bien-être animal, zowel als schepen mevrouw Zoubida Gelab, schepen voor dierenwelzijn van stad Brussel. Et monsieur Van den Berge, qui est le directeur de la Fondation Prince Laurent. De stichting Prince Laurent is hier vertegenwoordigd door directeur-generaal meneer Van den Berge. Binnen enkele ogenblikken zullen wij u bedanken en ook de ganse ploeg bedanken die hier voor ons meerdere weken heeft gewerkt om deze plechtigheid te kunnen opbouwen. Nous avons le plaisir de vous présenter sous la conduite de la présidente, madame Viviane Boussman, du secrétaire général et des vice-présidents et des sponsors, l'ensemble de l'équipe de la Société Royale Saint-Hubert qui s'est démenée pendant des semaines pour vous permettre d'assister à ces deux journées, Monseigneur, qui ont représenté les efforts pour toutes les races représentées, plus de 2440 chiens inscrits en deux jours venus de plus de 20 pays. Nous allons pouvoir immédiatement, je pense, lancer l'accueil de l'équipe. Et je demande en régie que l'on lance le PowerPoint et la musique de l'équipe. Et je demande à la présidente d'emmener son équipe vers le centre. Mesdames et messieurs, nous allons, avec l'ensemble de l'équipe présente, donner la parole quelques instants à la présidente, madame Viviane Boussman. Mevrouw Viviane Boussman, voorzitter van KMSA. Dank u wel. Ik zou graag onze hele ploeg, onze nieuwe ploeg, willen bedanken voor de enorme arbeid die wij erin gestoken hebben om de Brussels Dog Show opnieuw meer elan te geven en de place to be voor de toekomst. Dank u wel aan alle medewerkers. Dank u. Donc Viviane remercie l'ensemble de l'équipe qui a préparé ce BDS pendant de nombreux mois. C'est une toute nouvelle équipe. Nous avons essayé de faire de notre mieux et essayé d'un peu remoderniser le Brussels Dog Show. Nous espérons que ça vous a plu et que vous aurez encore voir un magnifique spectacle tout à l'heure au Ring d'honneur. Merci de votre visite et à bientôt. Mesdames et messieurs, en raccompagnant cette équipe sous nos applaudissements, je vous propose à présent d'entendre debout l'hymne national et l'hymne européen. Thank you.
Bien. Manifestement, nous nous ferons l'économie de l'hymne européen, Monseigneur. Je vous en prie, reprenez place. Nous allons passer immédiatement à la présentation d'une séquence consacrée à l'action de la Fondation du Prince Laurent, qui depuis 25 ans à présent aide les personnes en difficulté, les personnes sans abri, et accompagnées de leurs animaux de compagnie, vient en aide à la fois aux personnes et aux animaux de compagnie, et nous vous en remercions. Monseigneur, la Société Royale Saint-Hubert, est, avec l'aide de Proplan, est heureuse, à la, par sa présidente, son secrétaire général et toute l'équipe, de vous aider cet hiver à soutenir un certain nombre de sans-abri et de leurs animaux. Pouvez-vous, Monseigneur, nous rejoindre quelques instants pour que l'équipe puisse vous remettre officiellement ce qu'ils ont pu récolter pour vous aider. De Hanse Ploeg van Keimessa is nu zeer blij om Monseigneur Prins Laurent een help te verlangen om mensen die geen huis hebben, maar wel dieren hebben, te helpen deze winter. En ik geef onmiddellijk het woord aan de voorzitter. Monseigneur, we zijn heel blij, samen met onze partner Proplan, om u deze cheque te overhandigen. Alsjeblieft. Zeg het aantal kilo dat we geven. En we geven dus 700 kilo voeding voor de hondjes van de daklozen van uw vereniging. Monseigneur, souhaitez-vous éventuellement dire quelques mots? Et je remercie votre organisation pour nous avoir si gentiment offert. Et je suis sûr que ça aidera beaucoup de familles à nourrir leurs chiens pendant un certain moment. Dus ik ben u zeer dankbaar en ik hoop u nogmaals te zien. En ik zie hier een paar van mijn lievelingsrassen van honden. Dus ik ben ook zeer blij. Dank u zeer. Merci. Merci, Monseigneur. Ces 700 kilos de nourriture seront évidemment livrés en temps et en heure par le partenaire Proplan à la fondation qui porte votre nom. Merci de votre action. Hartelijk bedankt. Wij gaan nu over, dames en heren, naar de eindshow. En wij beginnen dus nu met het presentatie van koppels die hier aanwezig zijn. Thank you.
avec ces photos de couple ou de groupe qui vous sont présentées, signées pour la plupart par la photographe Vanessa Grossemi, qui les met volontiers à disposition, nous allons voir entrer les meilleurs couples de ce jour. Et pour juger ces couples, om deze couples te keuren, we will have the pleasure to announce you a judge coming from a country well known for its music and its beauty. La musique ne vous évoque peut-être pas immédiatement ce sol espagnol, Séville, Cordoue et d'autres terres qui sont concernées. Nous accueillons el señor Enrique Mateduran. Muchísimas gracias, señor. Zo, dames en heren, zo kent u de keurmeester. Voilà le juge, monsieur Mateduran. Et maintenant, les différentes races. Et on commence avec le Tervuren, berger belge Tervuren. Le Briard. De Aussie. De Samoyed. De Zweedse Lappenhond. Le Pomeranian. De Akita. Et le Shiba, les deux de Japon, le Coonhound, le Beagles, le Rhodesian Ridgeback, le Maltais, ou le Bichon Maltais et le Bichon Frisé, le Caniche, le Naakthond, le Chinese Naakthond, dan komt de Tibetaanse Spaniel, Cavalier King Charles Ruby, Cavalier King Charles Blenheim, het vlinderhondje, le bulldog français, le carlin ou le pug, de Irish Wolfhound, de piccolo levriero italiano, and that's it. So Mr. Duran, they're all yours, and we ask you to pick out six and place three. En een koppel, dames en heren, is samengesteld uit twee honden, maar van beiderlei kunnen. Anders gezegd, er is een reu en er is een teef nodig om een koppel te maken. Donc les couples sont composés de deux chiens de sexes différents, un mâle et une femelle. Les races mêmes, on va commentarier, on va vous dire quelque chose sur l'histoire et tout ça de toutes ces races, mais dans leur propre classe. Laat ons even de keurmeester uit Spanje volgen. En dan zien we eerst de berger belge Tervuren. De Briard, die zit in selectie. Daar komt bij de Aussie, de Australian Shepherd. De Samoyed. We have three now. De Beagle komt erbij. Le Bichon Maltais. En le French Bulldog. Graag uw applaus voor de prachtige koppels die de ring verlaten. Merci. Et sûrement jusqu'à l'année prochaine. En dan gaan we nu zo dadelijk al deze rassen, al deze koppels in beweging zien. En we beginnen met de Briard. Il vient de France, ça c'est clair. Et plus précisément, il vient du Brie, la région de Brie. Tantôt, vous allez voir aussi le Beauceron. C'est un peu, c'est bien famille, de la famille de ce Briard, sans aucun doute. Mais il vient de Beauce. Hij komt uit de Beauce en niet uit de Brie. De Aussie, de Australian Shepherd. Heel populair ras op dit moment. Hij est devenu très populaire, sans aucun doute aussi.
toen de Amerikanen hun gevangenen op de boot zetten en ze naar Australië deden, namen die honden mee. En die honden zijn daar verder ontwikkeld tot wat je hier ziet, de Australian Shepherd, of le berger d'Australie. De Samoyed. Samoyed is de hond van de Eskimo's, de Inuits. Twee grote kersthonden. Hele witte wolken met dan drie zwarte puntjes. Trois points noirs, le nez et les yeux. Et même les lèvres. Le Samoyed. De Beagle, de Beagles, groep 6. Dit zijn lopende honden die in principe in meute kunnen gaan jagen. Ik vermoed dat ze nog heel jong zijn. En spelen is veel gezelliger in de ring dan er moeten in lopen, mooi recht. De Beagles, heel populair. Niet alleen in het jachtveld, maar ook als gezelschapshond. Le dernier temps, on l'utilise comme chien de compagnie. Et pourquoi pas? Le bichon maltais. Il vient de Malte, ça c'est clair. Son nom le dit. En de French Bulldog, le Bulldog français, die in werkelijkheid eigenlijk eerder van Engelse afkomst is. Maar het was in rond de jaren 1830, de grote hongersnood, dat zij zijn afgedaald naar Frankrijk, omdat er daar weer werk en voedsel was. En die Engelsen die namen hun kleine hondjes mee, hun kleine bulletjes mee. En dit is uiteindelijk het resultaat, de French Bulldog, le Bulldog français. Très populaire le dernier temps. Et dans quelques instants, on a le résultat. 3, 2, 1. C'est joli, non? Les six couples. Troisième place, de derde plaats. C'est pour le berger de Brie, de Briard. Deuxième, tweede plaats. C'est pour de Australian Shepherd. En de winnaar is de French Bulldog. En natuurlijk, proficiat aan de anderen, et sûrement jusqu'à l'année prochaine. Merci pour ce grand moment. Hartelijk bedankt voor deze keuringen. En we hebben dus de winnaars. Nous avons donc dorénavant les gagnants de cette session 2019. Et nous allons immédiatement poursuivre. We gaan nu door met de volgende keuringen over junior handling. Nous allons poursuivre avec la présentation du junior handling et la finale. And to judge this junior handling pour la présentation et le jugement de ce junior handling for the junior handling de keur, een keur they're coming from.
Si vous ne reconnaissez pas ces paysages contrastés, sachez qu'ils viennent d'Europe centrale. Mrs. Tatiana Urek. En dan gaan wij nu starten met de finale van de handlingcompetitie. En de eerste die onze ring mag betreden is Chloé de Smet. Zij wordt gevolgd door Bastien Tirione. En onze laatste finaliste voor vandaag is Melissa van Oosten. En vandaag door de dag is er reeds een voorkeuring geweest waaraan meerdere juniorhandlers hebben deelgenomen. En hier zien we dus onze drie eindfinalisten die dus de hoogste scores binnen deze voorcompetitie hebben behaald. En waar draait het nu om bij handling? Hier gaat het niet om hoe conform de hond is aan de rasstandaard, maar over de manier waarop de hond wordt voorgebracht. Zo hebt u bijvoorbeeld net gezien dat wanneer de keurmeester zich verplaatst, de handler zich ook verplaatst. Dit doen zij, zodat de keurmeester de hond optimaal kan beoordelen. En hier zien we nu onze eerste finalist, Chloé de Smet. En zij brengt voor u een Polski Owczarek Nizini. En bij handling kunnen keurmeesters uit een groot aantal figuren kiezen om dit door de handler te laten lopen, om zo het gangwerk goed te kunnen beoordelen. En Chloé heeft zojuist voor u een L gelopen. En Chloé doet dit zeer correct. Zij loopt haar figuur volledig uit om dan nadien de hond instant terug tot voor de keurmeester te brengen. En men moet toch wel een afstand van ongeveer een meter tussen de hond en de keurmeester laten. Of we kunnen ook wel zeggen, we mogen de keurmeester niet doodlopen. En dan gaan we over naar onze tweede finalist van vandaag, Bastien Tirione. En hij brengt voor u een Barzoi. We hebben hier nu allemaal honden van een middengrote en ook dan de Barzoi, wat dan echt al een grote hond is in de ring. En daardoor wordt het ons ook al wel duidelijk dat handling dus geschikt is voor alle verschillende rassen en in alle verschillende groottes. Al is het met een grotere hond iets moeilijker om te manoeuvreren. En ook Bastien liep voor u een L. En dan gaan we over naar onze laatste finaliste van vandaag. En dat is Melissa van Oosten. En zij brengt voor u een Australian Shepherd. En ik vermoed, als ik het gebaar juist heb gelezen, dat ook zij voor u een L loopt. Dit is ook alleen maar eerlijk. Allemaal dezelfde figuur, dezelfde moeilijkheidsgraad. En hier ziet u ook weer dat er voortdurend van hand gewisseld wordt, zodat de handler nooit tussen de keurmeester en de hond zou staan. En weer wordt de hond mooi terug voor de keurmeester gebracht op een behoorlijke afstand. En dan gaan we hier nog even twee finalisten op en neer laten lopen, vermoed ik. In een gewone keuring vraagt een keurmeester dit ook regelmatig bij twijfel over bepaalde plaatsingen.
En dit is een goede manier om het gangwerk van de twee honden te vergelijken. Beide honden moeten dan op en neer lopen, zoals u nu zal zien. Met inderdaad de hond aan de binnenzijde. En er mag geapplaudisseerd worden. En het is zelfs niet op en neer, ze lopen een L. We maken er een ganse dressuur van. En weer worden zij mooi in stand tot voor de keurmeester gebracht. Het verdict van de keurmeester is gevallen. Ik zou willen vragen, we hebben hier nog altijd met juniors te doen, jonge mensen in de sport, om hen zeker niet te ontmoedigen. Geef hen alstublieft zo dadelijk allemaal een hartelijk warm applaus. De derde plaats is voor Bastien Thirionnet. Troisième place pour Bastien dans cette compétition de junior handling. Tweede plaats is voor Chloé de Smet, wat betekent dat Melissa van Oosten de beste handler is van vandaag. Proficiat. Et voilà deux premiers lauréats de ce concours de junior handling. Sous vos applaudissements, effectivement, la présentation de ces catégories est importante pour la qualité des shows canins. Nous passons à présent, dans quelques instants, à la présentation et au jugement concernant les groupes. We have now the groups. We zullen nu naar de groepen gaan om de keuringen te krijgen over groups hier aanwezig vandaag in Brussels Dog Show. Et pour, comme d'habitude, accompagner l'arrivée du juge ou de la juge en charge des groupes, un sort quiz, om te weten wie die keuringen zal afleggen, nu het land van de keurder. Paella, flamenco, Sevilla, Córdoba, Madrid, un país que conocemos todos, el señor Enrique Mate Durán, venido de España. Zo, dames en heren, de keurmeester voor de groepen, Enrique Mate Durán. En zo dadelijk ga ik dan de verschillende groepen aan u voorstellen. En we beginnen met de Samoyed. De Malteser. De Tibetaanse Spaniel. De French Bulldog. Le Carla. Het Schipperke. En de Border Collies. So, Mr. Durán, they're all yours. Three to place. En groepen, dames en heren, bestaan uit minimaal drie honden van hetzelfde ras, maar van beiderlei kunnen. Donc, les groupes sont composés de trois chiens de race pas différentes, même race, mais de sexe différente, femelle ou mâle. Je mag er gerust vier nemen, je mag er zelfs vijf nemen, maar je moet zorgen dat ze stabiel zijn, dat ze op elkaar gelijken, dat ze uniek zijn.
dans la sélection de M. Duran. Le Samoyed, le Malteser, le Maltais, le Tibétain, le Spaniel, les Carlins de Mopsen, de Pugs, and last but not least, the Border Collie. Avec vos applaudissements pour celles et ceux qui quittent le ring sans démériter. The Samoyeden. Ce sont des chiens de trait, comme le Siberian Husky, comme l'Alaskan Malamute. Het zijn echte trekhonden, het zijn dus sledehonden, ongetwijfeld. Stevig, sterk, goede vacht om in de kou te werken. De Samoyeden, genoemd naar een Inuitstam, de Samoyeds. Groenland, tussen haakjes. Dan krijgen we de Maltesers, les Maltais. On dit que cette race vient de Malte, mais moi je ne suis pas si sûr que ça. Ik ben er niet zo zeker van of zij wel inderdaad uit Malta komen, want er zijn wel meer benamingen van dorpen Malte, Malta, onder andere in Griekenland, waar men ook dit hondje opeist. De Maltesertjes. Tibetan Spaniels. Pas si populaire en Belgique, mais très populaire ailleurs. Mais ça viendra, ça viendra. Et comme vous voyez, trois, c'est comme ça qu'il faut. Trois ou plus. Drie moeten er zijn, of eentje meer, mag ook altijd. Ah. Les Carlins, de Pugs, of de Mopsen, de Mopshonden. Très populaire dans les années 1850. On avait même des chansons autour de cette race. Toen onze mopse mopske was, toen kon hij vriendelijk zijn. Nu klaagt hij alle dagen en knort gelijk een zwijn. Zo ging het. De Border Collies, ready to go. Très populaire le dernier temps, des chiens de travail extraordinaires, des champions en agility, des champions en obéissance, etc. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et les résultats. La troisième place, c'est pour les Border Collie. Deuxième, tweede place, is voor de Tibetan Spaniel. Tibetan Spaniel. And the winners, the Pugs, of de Carlin of de Mopshonden. Proficiat. Hartelijk bedankt aan de keurmeester Enrique Mathé Duran voor deze keuringen. Nous avons donc les vainqueurs des groupes grâce au jugement du juge Enrique Mathé Duran qui se présente à présent à vous sur le podium. Et nous allons poursuivre avec la plus extrême jeunesse, les minor puppies, les bébés. Photos splendides, wij gaan nu over met de babies, met de minor puppies. Let's go over with minor puppies. And to appreciate those minor puppies, om deze kleine baby's te keuren pour nous aider à juger. Ces bébés qui se présenteront à nous dans un instant, un juge qui nous vient d'un pays bien particulier que vous allez reconnaître.
let's say snow, ice, Abba, and a long night, seeming days, coming from the land of the Vasa, coming from Sweden, Mrs. Nina Karlsdotter. She's coming right now. Thank you, Mrs. Karlsdotter. Voilà le juge de la Suède, Nina Karlsdotter. En dan krijgen we de verschillende baby's. Berger Belge, Tervuren. Duitse herder Langhaar. De Gosdatura Catalan. De Bearded Collie. De Welsh Corgi, Pembroke. De Witte Zwitserse Herdershond. Le Berger d'Australie. Le Bouvier de Flandre. Iceland Dog. De Zweedse Lappenhond. Suomen Lapinkoira. De Wolfspits. Het Pommetje. De Eurasier. De Akita. En de Shiba. En dan krijgen we de Faroe Hound. En de Basenji. De Beagle Harrier. De Basset Griffon Vendéen, petite taille. De Beagle. De Dalmatiner. De Rhodesian Ridgeback. En daar komt de Poedel, zwart. En de Pauw de Puff. De Lhasa Apso. En de Chichu. De Chihuahua, Langhaar. En dan krijgen we het vlinderhondje. Le Papillon. De Franse Bulldog. En dan krijgen we de Mops of de Peuk. De Whippet. En last but not least, I think, de Piccolo Levriero Italiano. So, Mrs. Carl Daughter, they're all yours. 6 to pick out and 3 to place. En als ik dit zo zie, dames en heren, dan kan ik niet anders zeggen dan dat onze toekomst verzekerd is. Telt u maar eens even hoeveel baby's hier staan. En dit is nog maar de helft, want gisteren waren er evenveel. Dus de kinologie zit nog altijd in een goede schuit. Nog altijd. Voilà, les différents bébés entre 3 et 6 mois. Et dans la sélection, de Piccolo Levriero Italiano. Het Italiaans windhondje. Daar komt bij de Chichu. Et en plus, on a le Basenji. Et l'Akita. De Eurasier. En wij willen ook nog de Bearded Collie. En graag uw applaus voor de prachtige baby's die de ring verlaten. Et nous félicitons toutes celles et ceux qui quittent le ring d'honneur à présent sous vos applaudissements. Ils n'ont pas démérité, ils sont venus et ils ont participé. Voilà. Cléopatra was er al verliefd op, die had er zo enkele. De Piccolo Levriero Italiano, het Italiaans windhondje. De kleinste van groep 10. Groep 10, die ziet u straks, de windhonden. Donc le plus petit du groupe 10, qu'on va voir tantôt. Dans une heure et demie, plus ou moins. Het Italiaans windhondje. Le lévrier italien. Et alors, de Chichu. Een echte Oosterling, die weet wat hij wil. En die wil ook wat hij weet. Dat is dikwijls het probleem. Oosters.
Titjo was afkomstig eveneens uit de streek Tibet eigenlijk. Heel wat kleine mooie hondjes hadden ze daar zonder meer. Et alors on a le Basenji. Le Basenji, le petit chien des pygmées. Et il vient de notre ancien colonie, Congo. Inderdaad, de Basenji was het hondje van de pygmeeën. Die kleine mannetjes, 1,56 meter gemiddeld. En die hadden zo'n hondjes, de Basenjis. Die ze gebruikten voor alle doeleinden. Het kamp opruimen. Beetje waken, maar dat kunnen ze niet goed, omdat ze niet blaffen. Ze zijn heel stil. Af en toe hurlen ze, maar dat is ook alles. Et alors l'Akita. L'Akita américain, the American Akita. Très populaire le dernier temps comme chien d'expo, par exemple. Mais aussi comme chien de travail, pourquoi pas. Bien costaud, beaucoup plus costaud que l'Akita japonais. Et vous allez le voir tantôt, j'en suis sûr. Et alors le Eurasier. De Eurasier, een combinatie van Chow Chow en Wolfspitz, Duits van origine. En hij heeft dan ook de karaktertrekken van de twee honden waarmee hij gevormd is. L'Eurasier. Et le dernier des pupilles, de Bearded Collie. On avait déjà un Border Collie, donc il faudrait trouver quelque chose d'autre. Eh bien, ils ont trouvé un bearded, parce qu'il a une barbe. Het is inderdaad zo, er was al een Border Collie. Dus moesten ze toch even gaan zoeken hoe ze deze dan zouden noemen, want die is verschillend. En die had een baard, dus zei men een Bearded Collie. And now, ladies and gentlemen, the final judgment. De laatste woorden van de keurmeester. Les derniers mots du juge. Et le résultat. Gewoon even wachten tot ze maar. Troisième place, c'est pour le Eurasier, pour le Eurasier. Op de tweede plaats, deuxième, de Basenji. Et le gagnant, the winner is, de Tchitchou. Merci pour eux, alvast bedankt voor hun en een groot applaus. Let's congratulate everybody who's coming here in the main ring. Our judge made the decision. Nous poursuivons à présent avec les puppies. Ces petits qui ne sont ni bébés ni jeunes en catégorie FCI et qui représentent déjà l'avenir de la cynologie. We gaan nu over dus met de puppies. De toekomst of de eerste toekomst van kinologie. And now we will guess the country of the judge. A judge coming from Eastern Europe, with that kind of gypsy music. Wij zouden in een paar seconden verwelkomen iemand die uit Oost-Europa komt. Venant de Roemenië, Marian Draganescu. En dan starten we met de Belgische herder Ter Vuren. Het schipperke. De Tsjechoslovaakse wolfshond. De Beau Seron.
Berger de Pyrénées à Fassre à Poilon. Border Collie. Collie Ruff. Welsh Corgi Cardigan. Australian Shepherd. Bouvier de Flandre. Le Samoyed. De Husky. De Dwergspit, Kleinspits. En de Dwergspits. Dan komt de Chow Chow. De Akita. American Akita. De Shiba. Peruaanse naakthond, maar deze met haar. Chien de Saint-Hubert. Beagle. Bayerische Gebirgsschweizhund. Dalmatier. Rhodesian Ridgeback. De grote poedel zwart. De dwergpoedel zwart. En de toypoedel zwart. Komen we aan de Chinese Crested Dog. Cavalier King Charles Spaniel. De Shih Tzu. De Franse Bulldog. De Mopshond. De Saluki. De Greyhound. De Whippet. En de Piccolo Levriero Italiano. We hebben hier toch een mooi aantal puppies in onze ring. We zitten nu ondertussen een leeftijdstrapje hoger dan daar straks. We hebben hier allemaal honden in de ring met een leeftijd tussen de 6 en 9 maanden oud. En hier zijn het ook weer allemaal vertegenwoordigers uit de verschillende rasgroepen die vandaag aanwezig waren. Maar zij worden dus hier in deze grote ring gekeurd per leeftijdscategorie en nog niet in de daarbij horende FCI-groepen. En uit deze gigantisch grote groep van puppies mogen er 6 geselecteerd worden en zullen er dan 3 worden geplaatst. Beste mensen aan de zijkant, gelieve niet te hard op de wanden te leunen, want de wanden beginnen naar voren te komen. Wat wil zeggen dat die zelfs op de honden terecht kunnen komen. In de selectie krijgen we de tervuren. De Bouvier de Flandre. Siberian Husky. Chow Chow. De Whippet. We have 5, still room for 1. And that will be the Chinese Crested Dog. En een applaus voor onze overige mooie puppies die de ring verlaten. En dan gaan wij hier onze geselecteerde honden nog even van naderbij bekijken. Hier hebben we dan de Belgische herder Tervure. We hebben hem vandaag hier in deze ring al een aantal keer de revue zien passeren bij de Belgische rassen. En hier ziet u hem nu als puppy. We hebben ze vandaag vooral als volwassen hond gezien. Dus dan kan u het verschil, het vergelijk al goed maken. Puis-je demander aux personnes qui sont appuyées aux balustrades de ne pas s'appuyer, s'il vous plaît, parce que les balustrades vont céder et cela effraie les chiens. Merci déjà. Dan hebben we hier onze tweede geselecteerde puppy, de Bouvier de Flandre of de Vlaamse koehond. Ook een oer-Belgisch-Vlaams ras dat we vandaag ook al een aantal keer de revue hebben zien passeren. En eigenlijk zijn deze puppies al redelijk massief en groot. Zij zullen vooral nog moeten uitzwaren en nog een beetje misschien in de hoogte omhoog, maar dat zal niet meer zoveel zijn. Dan krijgen we hier de Siberian Husky, een vertegenwoordiger uit groep 5. En hij behoort daar tot de sectie van de sledehonden. En hoogstwaarschijnlijk zal deze Husky ook wel de bekendste voor ons zijn onder al deze sledehonden.
Hopelijk zien we ze straks allemaal terug in de groep 5. En dan gaan we over naar onze vierde geselecteerde puppy en dat is de Chow Chow. Chow Chow komt voor in een groot aantal kleuren. En we zien hem hier in een crèmekleur, als ik me niet vergis. En kenmerkend voor de Chow Chow is ook die blauwe tong. Maar er is nog een andere ras dat dit mag hebben en dat is de Eurasier. Omdat de Chow Chow mee aan de oorsprong van de Eurasier ligt. Hier hebben we dan de Whippet, een vertegenwoordiger van de groep 10. Hij behoort daar ook tot de kleinere windhonden. Groep 10 is voornamelijk een groep van zeer grote honden. En de Whippet en de Piccolo Levriero zijn dan van hen de kleinste. En dan komen we aan onze laatste geselecteerde puppy van vandaag. En dat is de Chinese Crested Dog. Het is ook weer een hele mond vol. Hij heeft dan ook nog een behaarde tegenhanger en die noemen we de Powder Puff. En dan binnen de Chinese Crested Dog worden bij deze naakte versies ook nog onderscheiden gemaakt tussen de Truly Naked en een Hairy Naked. En u zal ze straks zeker en vast nog terugzien in groep 9. En dan is de keurmeester klaar, denk ik, om zijn plaatsing door te geven. En nu, ladies and gentlemen, de final decision of the judge. La décision intime du juge est communiquée. Et sera rendu public dans quelques secondes. Derde plaats is voor de Whippet. Proficiat. Le Whippet à la troisième place. Whippet on the third place. Tweede plaats is voor de Bouvier de Flandre. Proficiat. Bouvier de Flandre, la deuxième place. Bouvier de Flandre, second place. En onze beste puppy van vandaag is de Chow Chow. Proficiat. Et le Chow Chow à la première place du podium de ce jour. Et nous poursuivons à présent avec les vétérans. Après ces moments de jeunesse, viennent ceux et celles qui ont accompagné une vie durant nos beautés, nos joies et nos peines. Nu gaan we over, dames en heren, naar de veteranen, die honden die met ons alles hebben meegeleefd. With our veterans, we will have a kind of souvenir of all our life. And to judge these veterans, a judge coming from country with green valleys. Un pays riche de sa culture, centre du monde. We would like to welcome here Mrs. Tatiana Urek. Tatiana heeft het. Maar hij kan het daar nu niet vragen. Maar hij heeft op de
En dan starten we hier met onze veteranen, met de Mechelaar. De Tervuren. Het Schipperke. De Beauceron. De Briaar. De Bearded Collie. Border Collie. Shetland Sheepdog. Australian Shepherd. Bouvier de Flandre. Alaskan Malamute. Siberian Husky. Shiba. Chien de Saint-Hubert. Beagle. Dalmatier. De Malteser. De Havaneser. De Dwergpoedel. De Toypoedel. Chinese Crested Dog. Tibetaanse Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel. Wacht. De Mopshond. Afghaanse Windhond. En de Saluki. En mijn hemel, ik heb nog nooit zoveel veteranen in een erering zien staan. Deze is toch echt wel een first. Want we hebben hier dus allemaal onze oudste van de kinologie in de ring. Honden met een leeftijd boven de 8 jaar oud. En het zal u waarschijnlijk ook al wel opgevallen zijn aan bijvoorbeeld de grijzere snuiten. En misschien soms al wel het iets stroevere gangwerk. Al gaan ze allemaal nog zeer goed vooruit voor hun leeftijd. En ook hier weer staan ze allemaal per leeftijd en niet per rasgroep. En het wil dus niet zeggen dat uw hond een bepaalde leeftijd bereikt, dat u hem niet meer zou kunnen gebruiken. Komen we tot de selectie. In de selectie, Bearded Collie. Bouvier de Flandre. Alaskan Malamute. Malteser. Mopshond. En de Afghaanse Windhond. En een applaus voor de overige die de ring verlaten. En dan krijgen we hier onze eerste geselecteerde veteraan, de Bearded Collie. Bearded Collie is een herdershond afkomstig uit Groot-Brittannië, meer bepaald uit Engeland zelf. Ze zien er niet alleen mooi uit, het zijn ook enorm goede herdershonden, zeer geschikt voor het hoeden van schapen. Krijgen we de Bouvier de Flandre, onze tweede geselecteerde veteraan. En nogmaals, we hebben hem vandaag al zo vaak de revue zien passeren. Het is en blijft een mooi ras om naar te kijken en kijk hem eens doen. Nog steeds jong in het hoofd, zoals dat moet. En dan komen we aan onze Alaskan Malamute, de derde geselecteerde. Het zijn grote, zware honden, behoren ook tot de sledehonden van groep 5. En voor deze honden is het zeker niet simpel om op een goede manier oud te worden, omdat zij natuurlijk groot en zwaar zijn, waardoor de gewrichten meer belast worden als bij kleinere rassen. Loopt nog steeds mooi en vlotjes door.
Zien we hier de Malteser klaarstaan. Geen grijs te bespeuren, omdat dit ook een witte hond is. Maar wel een zeer lange, weelderige vacht. En hij ziet er nu zeer elegant en glamoureus uit, maar vroeger was hij niet zo glamoureus. Vroeger was dit een kleine ongediierteverdelger die werd gebruikt voor de jacht op muizen. Ik krijg al koolvoeten als ik het zie. Dan staat voor u klaar de mopshond, de clown van groep 9. In de standaard staat letterlijk dat zij zeer plezierig en temperamentvol moeten zijn en zelfs op een oudere leeftijd behouden zij dit speelse karakter. Ook typerend voor de mopshond is het rollende gangwerk, wat u hier zeer goed kan zien. En u ziet het nog steeds een beetje gek in het hoofd, zoals wel mag. En dan hebben we hier onze laatste geselecteerde veteraan, de Afghaanse windhond. En ook hier is het weer groot, maar ook nog steeds goed gangwerk. En de typerende sik voor dit ras. Wat trouwens, als ik me niet vergis, ik heb het ooit eens gevraagd. Ik dacht dat dit enkel bij de reuën was dat zij die kenmerkende sik moesten hebben. Het verdict van de keurmeester is gevallen. Derde plaats voor de mopshond. Proficiat. Tweede plaats voor de Alaskan Malamute. Proficiat. En de beste veteraan van vandaag is de Bearded Collie. Proficiat. And now we're going over to the juniors. Wij gaan nu over naar de jeugdhonden. Nous allons retrouver la jeunesse de la cynologie belge et internationale qui se présente à nous. L'avenir de la cynologie, comme ne manquerait pas de le dire un certain nombre de personnes ici présentes dans le ring. Voor de toekomst van de Belgische internationale rassen die hier aanwezig zijn, verwelkomen wij een keurmeester afkomstig van een land die wij goed kennen. Originaire du Limbourg, afkomstig van Limburg. Let's welcome here Mr. Jos de Kuiper. De Tervuren.
Het Schipperke. Tsjechoslovaakse wolfshond. Bosseron. Briard. Berger de Pyrénées à poil long. Border Collie. De Collie Ruff. De Shetland Sheepdog. Welsh Corgi Cardigan. Welsh Corgi Pembroke. De Berger Blanc Suisse. Hollandse Herder Ruwhaar. Schapendoos. Polski Ovčarek Nizini. Australian Shepherd. Amerikaanse miniatuur. Australian Cattle Dog. Bouvier de Flandre. Samoyed. Husky. Zweedse Lappenhond. Vestgeuta Spets. Suomen Lapin Koira. Wolfskees. Middenslagspits. Kleinspits. En de dwergspits. Komen we aan de Chow Chow. Eurasier. American Akita. De Japanse spits. De Shiba. Mexicaanse naakthond de middenslag. Basenji. Thai Ridgeback. De Beagle. Dalmatier. Rhodesian Ridgeback. De Malteser. Grote poedel zwart. Dwergpoedel zwart, toypoedel zwart, excuseer. Het kleine Brabandertje. De Powderpuff. Tibetaanse spaniel. De Chihuahua langhaar. Cavalier King Charles Spaniel. De Papillon. De Falijn. Franse Bulldog. De Mopshond. De Saluki. Barzoi. De Deerhound. Greyhound. En de Whippet. En de Piccolo Levriero Italiano, de Azawak en halleluja, dit zijn ze allemaal. En we hebben hier dus allemaal jeugdhonden in de ring met een leeftijd tussen de 9 en de 18 maanden oud. Vanaf 15 maanden zouden deze honden al naar de tussenklasse kunnen. Maar men kan tot 18 maanden erin blijven. En dan wordt men onverbiddelijk toch naar de tussen- of de open klasse gezet. We hebben hier dus ook weer allemaal vertegenwoordigers uit de verschillende rasgroepen die vandaag aanwezig waren. Vooraan hebben we bijna een volledige groep 1, toch zeer veel rassen die hier aanwezig zijn. Vervolgens komen we dan aan de groep 5 honden, de oertypes en de spitsen. En dan hebben we onze loop- en zweethonden van groep 6, de gezelschapshonden van groep 9 en de windhonden van groep 10. En het kan zeer goed zijn dat u sommige van deze honden straks nog zal terugzien voor de eigenlijke raskeuring, aangezien jeugdhonden mee kunnen deelnemen aan het BOB. You're welcome, sir. You want some chocolate? In de selectie, Bosseron. De Australian Shepherd.
husky. Japanse spits komt erbij. Dan hebben we er vier, er mogen er nog twee bij. Frans Bulldog komt erbij. En de toypoedel zwart. En een applaus voor onze overige jeugdhonden die de ring verlaten. Tous nos applaudissements et remerciements à ces très très nombreux jeunes qui quittent le ring en étant venus se présenter à vous. Ils font partie des meilleurs. En de eerste jeugdhond die we hier zo dadelijk van naderbij gaan bekijken is de Bossero. Bossero is een vertegenwoordiger uit groep 1 en hij behoort daar tot de Franse herders. We zouden kunnen zeggen dat het een neef is van de Briard, want ze gelijken zeer sterk op elkaar. Behalve dan ook natuurlijk dat de Briard een lange vacht heeft. Kenmerkend voor dit ras is vooral de dubbele wolfsklauw die achteraan aanwezig moet zijn. Als een Bossero geen dubbele wolfsklauw heeft, is dit een disqualificerende fout voor het ras. Dan krijgen we de Australian Shepherd. En we zien hem hier zonder staart. Dames en heren, dit is niet gecoupeerd. De Australian Shepherd kan met of zonder een staart geboren worden. Komt ook voor in een zeer groot aantal kleuren. En we zien hem hier als tricolore. Komen we aan de Siberian Husky. We hebben hem daar straks ook al gezien bij onze puppies. Nu zien we hem hier in de jeugd. En u ziet dus ook dat tussen puppy en jeugd in de rassen van een middelmatige grootte eigenlijk niet zoveel verschil zit. Krijgen we de Japanse spits of de Nihon Supitsu, zoals ze hem daar noemen. En u mag er redelijk zeker van zijn dat een van de voorouders van deze Japanse spits de Duitse spits is. Maar in Japan wilde men de zuivere witte kleur nastreven, terwijl de Duitse spits in een groot aantal kleuren kan voorkomen. En ook qua constructie zien ze er iets anders uit. Franse Bulldog uit groep 9, tezamen met de Mops die we dan er straks al zagen en de Boston Terrier, behoren zij tot de kleine molossers. U moet hen in karakter zeker niet onderschatten, want het karakter dat in een grote molosser zit, vindt u vaak ook terug in die kleine molossers. Dan komen we aan onze laatste jeugdhond uit deze enorme grote groep en dat is de toypoedel zwart. Toypoedel is de kleinste variëteit van de poedels. We gaan hem hier toch niet laten spreken meer. En het woord toy wordt wel meer gebruikt voor kleinere rassen. In Engeland spreekt men dan ook van toy breeds. Bij de kennelclubs heeft men ook niet de groepen die de FCI heeft, maar daar heeft men dan een toy group waar dat dan al de kleine rassen in voorkomen. En drie van deze jeugdhonden zullen geplaatst worden. Derde plaats
is voor de Siberian Husky. Proficiat. Troisième place pour le Husky Siberian. Third place for Siberian Husky. Tweede plaats voor de Australian Shepherd. Proficiat. Deuxième place pour le berger australien. Second place for Australian Shepherd. En de beste jeugdhond van vandaag is de Franse bulldog. Proficiat. Et le bulldog français remporte la première place, the French bulldog, and the first place in pole position for today. Thank you. En na deze keuringen gaan we verder met de keuring van de werkhonden. We're going further with working dogs. Nous passons à présent aux chiens de travail. Ces chiens qui nous aident dans la vie courante. Honden die ons veel helpen in hedendaagse leven met politie, securitiediensten enzovoort. With those lovely dogs helping us in today's life, in the army, in the police, and so on, those working dogs will be judged by a judge coming from if I tell you about Pushta, Budapest, Goulash, Danube, si je vous parle du Danube, nous accueillons bien sûr, venant de Hongrie, Monsieur Tamás Jakel. Zo, dames en heren, kent u de keurmeester, de heer Jakel uit Hongarije. En dan krijgen we hier de Berger Belge Tervuren. Het Pyreneese herdershondje. De Beagle. De Whippet. En that's it. Drie echte werkhonden. Honden die, waarvoor ze gefokt zijn, ook nog kunnen. Hebben we er vier? Ja. Ik heb nooit sterk geweest in wiskunde. Dat is het probleem. Dat is vier. En we beginnen met de Tervuren. De Tervuren. Ja. Ja, op 10 kilometer van hier is hij geboren en getogen. De Berger Belge Tervuren. Die zijn de kilometer d'ici. La place de sa naissance. Il y a des années et des années. We hebben er vier zo. We hebben vier Belgische herders. Moet ze maar eens bij elkaar tellen. De Mechelaar, de Groenendaal, de Lakenaar en de Tervuren. Allemaal ontstaan in de streek rond Brussel op 15, 20, 25 kilometer. Niet meer dan dat. Komt dan ook het Schipperke bij, dat in die driehoek Aarschot-Leuven-Mechelen is ontstaan. Dan zijn ze allemaal zo'n beetje de groep 1 honden. En dit is het Pyreneese herdershondje. Nog een echte werkhond. Chien travaille. Et encore, il travaille. Heel soepel, heel flexibel. Grote springkracht zit erin. Het Pyreneese herdershondje, le berger de Pyrénées. En dan krijgen we de Beagle. En réalité, c'est un chien de meute. Het is een meutehondje waarmee men in groep dus gaat jagen. Een stuk of 8 is een mooi getal. Voor eer je zo'n meute in de jacht mag werpen, moet er een toelating zijn van het ministerie van Landbouw. Nooit vergeten. Je mag het zomaar niet met 8 honden. En voilà, le Whippet, qui vient de Yorkshire. Le Yorkshire, en la Grande-Bretagne. Ou la région des mineurs.
De mijnwerkers die hebben hun duur verdiende centjes heel graag op deze hondjes gezet. Op de koersen natuurlijk. En dat is wat dit hondje nog altijd doet. Hij doet koersen. Dat is het werk dat je van een windhond, een sidehound, verwacht. De whippet. En het is hard, maar we moeten er drie plaatsen, dacht ik. Tervuren, Pyreneese herder, Beagle en Whippet. Bohemian Shepherd, is dat groepel of is dat Nee, dat is een groepel. Oké, dat is hard. Les décisions du juge sont connues. De derde plaats, troisième place, c'est pour le Beagle. On the third place, the Beagle. Op nummer twee, deuxième place, Belgian Shepherd Tervuren. Belgian Shepherd for the second place. En de winnaar is de long-haired Pyrenees Sheepdog. And Proficiat in the pole Whippet, position, natuurlijk. We have our winner from today. Merci à M. Thomas Jackel pour ses décisions, ce jugement. Vos applaudissements pour ces brillants lauréats. Those lovely working dogs. Je voudrais à présent appeler au centre du ring, so now we'll hear in the middle of the ring, mevrouw Viviane Boesman, voorzitter van KMSA, en Thierry Verkouter, secretaris-generaal, willen roepen om een hulde te geven aan iemand die pas verdwenen is. Je vous invite à venir ou à prendre parole à partir de là. Ja, ja lieve mensen, ondanks de geweldige sfeer hier en de schitterende show dat we opgezet hebben, kregen we gisterenavond het droevige nieuws dat een van onze grote kinologen, een geweldig persoon, een geweldige keurmeester, Fokker van Franse Bulle, ons gisteren heeft verlaten. En daarom vragen wij zo dadelijk 1 minuut stilte voor Victor van Raamsdonk. Chers amis, on souhaitait vous faire part d'une triste nouvelle que nous avons appris hier soir. Hier soir, nous avons appris le décès de Victor van Raamsdonk, un de nos plus grands kinologues et également un des plus grands éleveurs connus dans le monde entier de bulldogs français, qui régulièrement venait nous aider ici au Brussels Dog Show. Et pour ces raisons, nous souhaitons faire 1 minute de silence en sa mémoire. Yes, yesterday evening we got the sad news that one of our great, great kinological persons, Mr. Victor van Raamsdonk, is not anymore with us. He was a great person, a good judge, known over all the world as a breeder of French bulldogs. So we ask you 1 minute of silence for Victor van Raamsdonk. Thank you. Dank u wel. Merci beaucoup. Thank you very much. Let's give a warm applause to those who guide us in these disciplines. Nous passons à présent au jugement du groupe 1 et j'appelle les photos du Best in Group 1. We gaan nu over naar Best in Group van de eerste groep.
sheepdogs and cattle dogs will be judged in a few minutes. We gaan nu over naar groep 1 en de beste honden van de weekend komen van groep 1 worden binnen enkele seconden gekeurd. Et pour juger ces représentants du groupe 1, nous allons accueillir un juge venu là aussi d'un pays qui nous est connu. Avec quelques verres de bière, quelques plats typiques, c'est la Belgique qui évidemment est mise en avant. Laat-ons nu, om de groep 1 te keuren, onze keurmeester Norman de Schijmeren weer welkom. Et voilà le juge, monsieur Norman de Schummeren. Et si vous connaissez le juge, j'ai l'honneur de vous présenter les chiens de race du groupe 1. Et on commence avec le berger belge Groenendaal. Berger belge Malinois. Belgische herder Tervuren. Het Schipperke. Tsjechische wolfhond. Rosdatour en Catalan, de Bosseron, de Briard, berger de Brie, le Picard, le berger Picard, le berger des Pyrénées, berger des Pyrénées face race, krijgen we de Bearded Collie, de Border Collie, de Collie. De collie in kortharige variëteit. De bobtail of the old English sheepdog. De Shetland sheepdog. De Welsh Corgi. En de Welsh Corgi Pembroke. De witte Zwitserse herder. Le berger hollandais. Le berger hollandais à poil dur. De Saarloos wolfhond. De schapendoes. De Nidzini, de Polski Oswarek Nidzini. Dan komt de Tatra. Dan komt de Aussie. De Bouvier de Vlaanderen. De Bohemian Shepherd. En dat zijn ze. Zo meneer de Schuimeren, ze zijn allemaal voor u. 3 worden er geplaatst. Et le juge Norman de Schuimeren fait le tour. Laten we even de heer de Schuimeren volgen bij zijn keuring. We kijken nu de Hollandse herders en de Saarloos wolfhond, genoemd naar de heer Saarloos. Uit Polen de Nidzini en de Tatra, die grote witte wolk, dus de Tatra. En de laatste is eentje die we zelden zien, de Bohemian Shepherd. Je zal zeggen, het is een oude Duitse herder, dat is hij wel min of meer. Maar toch, Bohemian Shepherd. In de selectie, dans la sélection, le berger belge Tervuren, le Schipperke. Le berger de Pyrénées. De Shetland Sheepdog. On en a déjà 4, encore 2. Dan komt bij de Nidzini,
En dat komt bij de Aussie of de Australian Shepherd. Proficiat aan de anderen, avec toutes nos félicitations et sûrement jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Courir, c'est très important. Savoir courir, savoir et connaître le mouvement du chien. Schipperke, ontstaan in de driehoek Aarschot Mechelen-Leuven. Het is geen kleine Groenendaal, oh nee, het hoofdje is totaal anders van vorm. Het zijn andere argumenten. Er schijnt ook een Leuvenaar geweest te zijn tussen het Schipperke en de Groenendaal qua hoogte. En dit is de Shetland Sheepdog. Il vient des îles Shetland. Ou tout est petit, Shetland Pony, par exemple. Les poules de Shetland sont les très petits. Le Nizini, il vient de la Pologne. Oswarek Nizini. Dat is mijn enige Pools dat ik ken hoor. Dan krijgen we de Aussie. De Australian Shepherd. En last but not least, de bearded collie. Le collie barbu. Laat het ons beschouwen als een ererondje. Terwijl kan de keurmeester nog eens goed de beweging van de verschillende honden bekijken. Ik heb hier de uitslag. De derde plaats, troisième place. Le berger belge Tervuren. Op nummer 2, deuxième place. De Shetland Sheepdog. Et le gagnant du groupe 1, qui représentera tantôt son groupe sur le podium, c'est le Schipperke. Et voilà sur la première marche, le petit diable noir, le petit berger, le plus petit berger au monde, membre de nos races belges que l'on retrouvera tout à l'heure dans le Best in Show. Hartelijk bedankt voor deze keuringen. Wij gaan door met groep 5. Nous poursuivons avec les chiens de type primitif et les spitz, parmi lesquels les chiens nordiques. Du groupe 5. Let's go on with the group 5 and a Nordic type. Lovely pictures also from Vanessa Grossomi. And to judge those group 5 members, we will be met by a judge coming from very near of us.
coming from Antwerp. Afkomstig van Antwerpen. En provenance de la métropole anversoise. Je vous demande d'accueillir chaudement Madame Ingrid Hectors. En starten doen we met de Groenlandhond, Greenland Dog. De Samoyed. Alaskan Malamute. Siberian Husky. Norsk Lundehund. West-Siberische Laika. De IJslandhond. De Zweedse Lappenhond. Vestgeutaspets. Suomen Lapinkoira. De Wolfspits. De Grote Keeshond. De Middenslagkeeshond Wit. Middenslagkeeshond Partycolors. Middenslagkeeshond Zwart. Kleinspits Blakkentan. En Dwergspits. Ciao, ciao. Eurasier, Korean Jindo Dog, de Akita, American Akita, de Japanse Spits, de Shiba, Pharao Hound, de Mexicaanse Naakthond, de Peruviaanse Naakthond, de Peruviaanse naakthond Middenslag, de Basenji, Podenco Ibichenko, Podenco Portugees Medium Wirehaired, Podenco Portugees Small, Podenco Portugees Small en also Wirehaired. En dan als laatste nog de Thai Ridgeback. We hebben hier een prachtige vertegenwoordiging van groep 5 in de ring staan. We hebben er een hoop zeldzaamheden bij die we normaal gezien niet zien, zoals bijvoorbeeld op kop hier de Groenlandhond. Norsk Lundehond zien we ook amper verschijnen op show. Kenmerkend is dat deze hond 6 tenen heeft. Wat hebben we hier zo nog tussen staan? De Laika zien we ook niet vaak verschijnen op de tentoonstellingen. Korean Jindo Dog, ook een zeldzaamheid. Een hoop naakthonden. We hebben er altijd wel eens 1 of 2, maar nooit zoveel. 3 verschillende variëteiten van de Podenco Portugees, wat we ook niet alle dagen tegenkomen. Dus we kunnen echt wel zeggen dat we hier een prachtige groep 5 in deze erering hebben staan. En groep 5 is de groep van de oertypen en de spitsen. En wat zit er dan zo allemaal eigenlijk in? We hebben hier vooraan onze sectie van de sledehonden. En de overige honden waren honden die voor verschillende doeleinden gebruikt zijn. Vaak bestaan ze al zo lang dat we eigenlijk al niet meer kunnen terugtraceren waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen of vanaf stammen. Ik denk dat dit ook een groep is met de meeste landen erin vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld bij de jachthonden is dit vooral Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ook bij de herdershonden heel veel Groot-Brittannië en Frankrijk, België, Nederland. Terwijl we hier ook echt heel veel Scandinavische rassen tussen hebben zitten. Zweden, Finland, ook Siberië zit erbij. Groenland zit er dan ook nog eens tussen. Malta hebben we hier ook vertegenwoordigd. Afrika. Ik zag daar iemand wuiven. Portugal dan natuurlijk. Het is een zeer interessante groep, maar zeker geen simpele groep. En ook niet om keuzes in te maken. Omdat er natuurlijk zeer veel variëteit zit tussen deze rassen. Ik zei daarnet dan ook al spitstypes. Spitsen zijn eigenlijk al de honden met zo een beetje een wigvormig hoofd, een beetje een vossenhoofd.
En een krulstaart op de rug en recht opstaande oren. Wanneer dit aanwezig is, spreken wij over spitstypes. In de selectie krijgen we de Chow Chow. Akita komt erbij. Als ik mij niet vergis, is dit een Mexicaanse naakthond. We hebben er dan... Oh, en hier hebben we ook de Alaskan Malamut en de Husky staan. Nog eentje en dat is de Thai Ridgeback. En een applaus voor onze overige honden van groep 5 die de ring verlaten. En dan hebben we hier als eerste de grootste en de zwaarste van de sledehonden, de Alaskan Malamut. En omwille van zijn massa werd hij vaak ook wel de stoomtrein van het Hoge Noorden genoemd. Hij is zeker niet de snelste, maar hij kon wel de meeste last dragen. En u ziet ook, het zijn grote, massieve honden. Echt gemaakt om te trekken. Gaan we over naar de Siberian Husky. En zo net hadden we de sterkste. Hier hebben we de snelste van de sledehonden. Zij doen dit ook nooit alleen. Het is altijd een span van een aantal honden dat men dan voor de slee zit. En de Husky wordt ook nog steeds gebruikt als sledehond. Al zal u toch wel een groot verschil zien tussen de Huskies die hier lopen en de Huskies die u dan in Siberië de slee ziet trekken. Het lijkt wat meer op een border collie eigenlijk dan op een husky. Krijgen we de Chow Chow. En ik zei daar straks al dat een van zijn raskenmerken de blauwe tong was. Maar daarnaast kan deze hond nog iets dat een andere hond niet kan. En u ziet het hem eigenlijk voortdurend doen. Hij kan zijn oren draaien zoals een paard dat doet. Dus u moet er maar eens op letten als hij geluid hoort wat dat zijn oren doen. En dat is typerend voor de Chow Chow. Komen we aan de Japanse Akita. Of eigenlijk gewoon de Akita. Hij is dus afkomstig uit Japan. En hij is daar een van de weinige grote hondenrassen. En deze hond werd tijdens Wereldoorlog II nagenoeg met uitsterven bedreigd, omdat er toen de toelating was om alle honden die men tegenkwam te gebruiken als voering in de kostuums van het leger. Men is dan massaal begonnen met de Akita te proberen redden door te verschepen naar Amerika. En de Amerikanen hebben er dan weer iets helemaal anders mee gedaan en er de American Akita van gemaakt. Hier zien we dan de Mexicaanse naakthond. Hij heeft ook nog een andere naam, Xolo, maar het is heel moeilijk om uit te spreken. En dit zijn echte oertypes. Het zijn ook honden die u niet zomaar in huis moet halen. U moet hier goed over nadenken. Want ze vereisten toch wel iemand die kennis heeft van honden om hiermee om te gaan. Krijgen we de Thai Ridgeback. Afkomstig uit Thailand, zoals de naam ook weer weggeeft. Het zijn ook zeker geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. En het zijn ook zeker geen honden die aan te raden zijn aan mensen die nog nooit in hun leven een hond hebben gehad. En kenmerkend voor deze Thai Ridgeback is natuurlijk ook de ridge die we over de rug zien lopen. En dan is het bijna tijd voor de plaatsing
van 3 van deze honden. En dan hebben we zo dadelijk weer een deelnemer bij voor de Best in Show van straks. Derde plaats is voor de Chow Chow, proficiat. De tweede plaats is voor de Akita, proficiat. En de winnaar van groep 5, die we dan straks terugzien voor de Best in Show, is de Siberian Husky. Et les félicitations, bien sûr, d'usage pour cette sélection du groupe 5 réalisée par le juge Madame Hectors. Mevrouw Hectors heeft natuurlijk dus haar keuring uitgeleverd met in eerste plaats Siberian Husky. And we will now give the opportunity to everybody to discover the best in group 6. From Brussels Dog Show 2019. Wij gaan nu over met groep 6 en de verschillende honden die ook gisteren en vandaag werden gekeurd. Gaan we door om nu de beste in de groep 6 te kunnen oordelen. Dans un instant, les jugements des meilleurs du groupe 6. Qui vous seront présentés dans le ring d'honneur. Et pour découvrir les jugements du groupe 6, un juge qui nous vient à nouveau d'un pays bien connu. On dirait même notre pays. Nog steeds afkomstig van Limburg, zoals daar straks. Coming from Limburg, as we already said it, I've now the pleasure to give the word to Mr. Jos de Kuiper. En we starten met de Chien de Saint-Hubert. Black and Tan Coonhound. De Basset. Come on. De Beagle. Bayerische Gebirgschweizhund. De Dalmatier. De Rhodesian Ridgeback. En dat zijn ze al. En omdat dit zo'n kleine groep is, gaan we er maar 3 selecteren. Om dan vervolgens ook 3 honden te plaatsen. En eigenlijk is dit altijd een beetje droevig bij groep 6. Het is de grootste rasgroep binnen de FCI, maar altijd de slechtst vertegenwoordigde. Waarom? Dit is een rasechte groep van gebruikshonden. De meeste honden die in deze groep zitten, vindt men enkel terug in de landen van oorsprong of in de velden waar zij nog steeds hun werk aan het doen zijn. Hier krijgen we dan de Chien de Saint-Hubert direct met het hoofd over de grond. En dit kunnen we zeker niet afstraffen, want het is instinct. Dit zijn speurhonden. En zij gaan zeer gemakkelijk met hun hoofd naar beneden om meteen te ruiken van waar gaat dit spoor naartoe. En vandaar ook die lange oren. Als die oren over de grond komen, zorgt dit ervoor dat het spoor nog beter in de neus terechtkomt. Komen we aan de Basset. En de Basset is afkomstig van Groot-Brittannië.
En hij is misschien nog beter in het volgen van een spoor, want hij is laag bij de grond. En ook hier weer het hoofd over de grond. En ook die lange oren. En u kent hem ook waarschijnlijk wel als het logo van de Hush Puppies. En dan hebben we onze laatste geselecteerde, de Dalmatier of de Dalmatiner. Hier de witte achtergrond met zwarte stippen, maar mogen natuurlijk ook de leverkleurige stippen zijn. Zeer bekend en populair geworden natuurlijk door de film 101 Dalmatiërs. Derde plaats is voor de Basset Hound, proficiat. Tweede plaats is voor de Chien de Saint-Hubert, wat betekent dat de Dalmatier de winnaar is van groep 6. En die zien we dan straks terug voor de Best in Show. Absoluut bedankt voor deze keuringen. Wij gaan in een enkele minuutjes andere keuringen over naar groep 9. Maar voor het ogenblik verwelkomen wij de winnaars van vandaag. Bravo à tous celles et ceux qui sont venus se présenter à nous et qui remportent les trois premières places du podium. Nous poursuivons avec les lauréats du groupe 9 qui vont se présenter à nous dans un instant. In a few minutes, group 9. Companion and toy dogs will have the opportunity to be present here in the main ring. And to judge those group 9 members pour nous présenter les résultats du choix de ces chiens du groupe 9. Nous accueillons à présent un juge qui nous vient d'un pays bien connu. Bienvenue, welcome, un keurmeester afkomstig van een welbekomde land. Und mit Nina Hagen, 99 Luftballons, verwelkommen wir Mr. Jochen Heberart. Et voilà, vous connaissez le juge. Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous présenter les différentes races du groupe 9. Et on commence avec le bichon maltais. Le havanais. Le poodle. Le poodle moyen. De fauve. De poodle in zwart. En de toy poodle eveneens zwart. Het Belgisch griffonnetje, het kleine Brabandertje, le Lhasa Apso, le Chichu, de Tibetan Spaniel, de Tibetaanse Terrier, de Chihuahua in kortharige variëteit, Chihuahua à poil long, de Cavalier King Charles Blenheim, sorry, de Chin, le papillon et le phalène, le Franse bulldog, le Boston terrier. That's it. Six to pick out, three to place. Les chiens de compagnie, groupe 9.
Il y en a beaucoup. Je ne connais pas par cœur combien on a dans ce groupe-ci, mais quand même quelques-uns. Le plus grand, c'est sûrement le caniche, le grand caniche. Dans la sélection, le caniche noir moyen. Le chichou et le lhasa apso. Le chihuahua à poil court. Le papillon, ou votre vlinderhondje. En last but not least, de Boston Terrier. En we zullen ze nu één voor één hun gangwerk laten tonen. En we beginnen met de poedel, de middenslagpoedel. Le caniche moyen, noir. Voilà, avec le mouvement typique. Heel typisch gangwerk dat van de poedel. En réalité, c'était un chien d'eau, et il reste un chien d'eau pour moi. Il est très intelligent, il travaille bien, il aime travailler, donc c'est un chien extraordinaire. Le Lhasa Apso. Lhasa, c'est la capitale de Tibet. Et Apso, Apso is eigenlijk het soort structuur van haar. Er zijn ook Apso geiten, er zijn Apso konijnen. En dat is de structuur van het haar. We vragen dat de Belgische rassen in de prejudging ring zouden bijeenkomen. On demande que les races belges, les chiens de race belge, s'il vous plaît, au pre-judging ring. En ondertussen zien we de Lhasa Apso zijn grote tour afwerken. Tibet. Et alors le Chichou, c'est plutôt Beijing là. In the Forbidden City. Pendant des siècles, il a vécu là. Gedurende heel wat eeuwen hebben de Chichus geleefd in de verboden stad, die nog altijd in Beijing te bekijken is. Je moet daar naartoe, heel speciaal. En dan moet je je voorstellen dat daar zo wat 200-300 van die hondjes rondliepen. Af en toe ontsnapte er wel eens eentje. En zo zijn ze populair geworden hier, de Chichu. Hoe de naam verklaren, er zijn veel verklaringen voor. Dus ik waag mij aan geen enkele. Dan krijgen we de Chihuahua. À poil court. Il vient du Mexique, dans le nord du Mexique, la région de Chihuahua. Hij komt uit Mexico en de regio waar hij vandaan komt noemt Chihuahua. Trouwens, nog niet zo lang geleden was er een wereldhit met het liedje Chihuahua. Vandaar komt hij. De kleinste van allemaal. C'est le plus petit de tous les chiens de race. Le papillon. Espagnol nain papillon. Dat is een volledige naam. Het papillonnetje, het is een vlindertje. Kijk naar de twee oortjes die de vleugels van de vlinder voorstellen. En dan het kopje. Heel mooi. Het vlinderhondje. Er bestaat ook een nachtvlinderhondje. Dan hangen de oortjes naar beneden toe. Een heel fijn gezelschapshondje. Franco-Belge. Dus het is niet alleen aan België toegewezen, ook aan Frankrijk.
En dan krijgen we zo dadelijk een Amerikaan. De Boston Terrier komt uit het noorden van Amerika, de stad Boston. Die op enkele jaren tijd helemaal vernieuwd is. On demande le Falen, le Bichon Frisé et le Bouvier de Flandre. Dans le prejudging ring, s'il vous plaît. De Bouvier, de Falen en de Bichon Frisé graag in de prejudging ring. En ondertussen zien we de Boston zijn parcours afwerken. De Boston Terrier. Hij is geen terrier, hij zit in groep 9. De terriers algemeen zitten in groep 3. En de uitslag? En dan krijgen we het resultaat voor groep 9. En zo dadelijk weten we wie deze groep zal vertegenwoordigen straks bij de keuring van de Best in Show. Op de derde plaats krijgen we de poedel. Op nummer 2 krijgen we de papillon. Et le gagnant, de winner is de chichou. Merci pour ces jugements qui nous permettent de mettre ces dignes représentants du groupe à l'honneur. Alvast bedankt voor deze keuringen. We had the opportunity now to have the best of that group on the podium. Thank you, Mr. Heberard, for your judgments. And we're now going over with group 10. Nous poursuivons avec le groupe 10 vers Hanover met groep 10. Altijd deze zeer mooie foto's van deze vertegenwoordigers van groep 10 van deze verschillende honden. Nous avons toujours le grand plaisir de découvrir ces très belles photos issues du catalogue de la photographe animalière Vanessa Grossomi. And now to judge group 10 members, we will welcome in a few seconds a judge coming from Staroměšťané městí, Praha, di Moldau la Valtava, la vieille horloge de la place de la vieille ville de Prague, Mr. Peter Rehanek. En zo kent u de keurmeester, dames en heren. En het is mijn genoegen u de rassen voor te stellen. De Afghaan. De Saluki. De Barzoi. De Irish Wolfhound. De Greyhound. Dan hebben we de Whippet. De Piccolo Livriero Italiano. De Sloegie. And that's it. They're all yours. 6 to pick out and 3 to place. In het Engels, dames en heren, worden deze honden sighthounds genoemd. En waarom? Omdat ze jagen op het oog. De meeste honden, en de andere rassen bijna allemaal, die jagen op de neus, op de geur. Zij kijken. Zijn sighthounds.
En français, ce sont les lévriers, mais en anglais, on dit, on parle de sighthounds. Parce qu'ils utilisent leur jeu pour voir les bêtes et tout ce qu'il faut prendre. Afghan, Saluki, Barzoi, Irish Wolfhound, Greyhound, Whippet, Piccolo Levriero Italiano en de Sloughi. En we nemen afscheid, denk ik. Oké, we nemen afscheid van de Barzoi en van de Sloughi. Proficiat in ieder geval. De Afghaanse windhond. Altijd heel glorieus. En die wapperende haren daarbij. Dat doet wel wat. En dit is de Saluki. En als je ooit de film Lawrence of Arabia hebt gezien, dan weet je hoe zo'n Saluki werkt. Hij ligt boven op het paard samen met zijn meester. En zijn meester zet hem neer van zodra er wild, woestijn, vos, woestijn, konijnen, van zodra er wild in zicht is, dan laten ze de Saluki los. En die gaat met een grote snelheid het wild tegemoet. En het rare bij die honden is, bij alle sighthounds, hij kraakt. Hij doodt het wild onmiddellijk. Voilà. De Irish Wolfhound. Le plus grand. Le plus petit, c'est le Chihuahua. Eh bien, celui-ci, c'est le plus grand. En allicht krijgen we hier de snelste van de windhonden, de Greyhound. De Greyhound, niet omdat hij grijs is. Grey komt van graioïde, de typische vorm van het hoofd van de windhond. Daarover gaat het. Et alors, le Whippet qui est né dans la région de Yorkshire, en Angleterre, la région des mineurs. En zij hebben heel dikwijls op de koers ingewet met deze hondjes. Hun zuur verdiende centjes waren meestal op, want wedden is nooit dat jij meer mag winnen als degene die het organiseert. Vergeet dat nooit. En dit is de Whippet. Ook hier in België hebben we nog een aantal renbanen waar dat wedden mogelijk is. En dit is de Piccolo Levriero Italiano, het Italiaans windhondje. Hij zou in de tijd van de Egyptenaren nog al aanwezig geweest zijn. Trouwens, als je de hiërogliefen bekijkt, dan zie je heel dikwijls dit soort hondje getekend. Het kleine Italiaanse windhondje. Waarom hij Italiaans wordt genoemd, is voor mij een vraagteken en een groot vraagteken. Een heel mooie opleiding, gaande van de Afghaan tot de Piccolo Levriero. En zo dadelijk weten we, dans quelques instants, on sait qui et quoi. Troisième place. Dire bonjour, premièrement. Troisième place. De derde plaats is voor de Greyhound. Félicitations. Deuxième, de tweede plaats is voor de Saluki. Et le gagnant qui représente tantôt le groupe 10, c'est le Irish Wolfhound.
Et nous accompagnons sous vos applaudissements ceux et celles qui sortent et qui ont été jusque dans la dernière passe de la finale. Et nos applaudissements les plus nourris aux trois lauréats. Thank you for this podium and the best dogs we had to meet this weekend in that group. Thank you. Hartelijk bedankt voor deze selectie van de drie eerste. Wij gaan nu over met de beste vertegenwoordigers van de Belgische rassen. We are now judging the best hounds, the best dogs from the Belgian races, Belgian breeds. Et nous allons juger à présent les meilleurs représentants des races belges que nous avons eu l'occasion et le plaisir et l'honneur de découvrir dans nos rings de présentation pendant ces deux jours. En om deze honden afkomstig van Belgische rassen te keuren, verwelkomen wij afkomstig natuurlijk van ons land, dat heb je u begrepen. Komende uit Waregem, de heer Norman de Schuimere. Die niet binnenkomt. Omdat er niemand hem met hem naar voren gaat. De heer Norman de Schuimere. En dan starten we met de Groenendaler, de Mechelaar, de Tervuren, het Schipperke, Chien de Saint-Hubert, Griffon Belge, de Petit Brabançon, de Falijn, de Papillon en dat zijn ze al. We hebben ze vandaag al genoeg de revue zien passeren, dus u kan misschien ook al raden wat er ontbreekt. De Bichon ontbreekt en de Griffon Brusselois ontbreekt. En dan ook de Lakense en de Bouviers zijn er niet bij. In de selectie krijgen we de Groenendaler, het Schipperke. De Tervuren, Chien de Saint-Hubert. En de Papillon. En het klein Brabandertje. En een applaus voor de overige Belgische rassen die de ring verlaten. En dan zien we onze geselecteerde Belgen hier nog eens gaan met voorop de Groenendaler, de Tervuren, het Schipperke, Chien de Saint-Hubert, de Petit Brabançon en de Papillon. Après, tu sais que ce sont des chansons sans PowerPoint et que ça. Oké, de plaatsing is gebeurd. De derde plaats is voor de Petit Brabançon, proficiat. Tweede plaats is voor de Tervuren en het Schipperke is het beste Belgische ras van vandaag, proficiat. En mag ik alstublieft Sani Vest in de erering, Sani Vest in de erering. Ik
Et voici donc les résultats de nos meilleures races belges qui sont donc représentées pendant que le chien de Saint-Hubert qui nous a baptisé le ring quitte le show. Nous voici donc avec les petits et les grands représentants. Met het klein zwart duiveltje als eerste, het schipperke. We vragen de terrierwinnaar van groep 3 gisteren, de Fox Terrier, in de prejudgingring. En nou, nu gaan we natuurlijk over naar de finale van de finale. On en arrive à la finale des finales, le fameux Best in Show, où tous les gagnants de chaque groupe et catégorie vont concourir. Ze hebben de ganse weekend, gisteren en vandaag, de beste geweest in hun groeps. En nu, ladies and gentlemen, we are pleased to present you the best in show ducks from that Brussels Duck Show 2019. And to judge those best in show dogs, let's welcome our judge, coming from a part of Belgium. Wij verwelkomen in een paar seconden een keurmeester van ons land. Nous accueillons pour juger le best in show le juge venant de Lokeren, Dirk Spruit. En we starten met de winnaar van groep 1, het schipperke. De winnaar van groep 2, de dwergschnauzer zwart. De winnaars van groep 3 en 4 zijn afwezig. Dus de winnaar van groep 5, de Siberian Husky. En de winnaar van groep 6, de Dalmatier. Winnaar van groep 7, de Bracco Italiano. Winnaar groep 8. De Portugese waterhond. Le gagnant du groupe 9, le Chichou.
Et alors, le gagnant du groupe 10. The Irish Wolfhound. Zo, meneer Spruit. Ze zijn allemaal voor u. En we vragen ze van 1 naar 8 te plaatsen. Winnaar van groep 1, Le Gagnon du groep 1, het Schipperke. Le gagnant du groupe 2, de winnaar van groep 2, de dwergschnauzer zwart, le schnauzer noir. De winnaar van groep 5, de gagnant du groupe 5, de Siberian Husky. Winnaar groep 6, le gagnant du groupe 6, de Dalmatiner.
7. Ja. De winnaar van groep 7, de Bracco Italiano. Hier hebben we de winnaar van groep 8, de Portugese waterhond. De winnaar van groep 9, de Shih Tzu. Winnaar van groep 10, de Ierse wolfshond.
Dit is foute muziek. Dit is foute muziek. En veel kaart. Ik heb gezegd, zet hem stil. Maar ik wil even kijken dat ze het geluid moeten zetten. Ja. Dan gaan wij nu onze Best in Show deelnemers nog een ereronde geven. Ik zou zeggen, begeleid hen daarbij onder een applaus. En dan verdwijnen zij terug achter de coulissen om in volgorde van plaatsing terug binnen te komen. Een petit tour d'honneur. Avec cette même musique d'attente, sous vos applaudissements, tous ressortent. Sans savoir à quel classement nous allons faire face. In fact, the judge knows it, of course. En wij gaan nu over met de voorkeur voor 10 tot de vierde plaats. 8. Acht. Dat zijn sorry. De twee afwezig. Ja, want er zijn de twee afwezig. En de Fox. Twee afwezig, of course. En laten we beginnen met de achtste plaats. Die is voor de Dalmatiner. Applaus. Applaudissement pour le Dalmatien. Huitième meilleur chien du week-end. De zevende plaats. Zevende plaats is voor de Portugese waterhond. Le chien d'eau portugais. Perro de agua portugais. À la septième place. De zesde plaats is voor de Braco Italiano. Et l'entrée du sixième lauréat du show. De vijfde plaats is voor de Shih Tzu, proficiat. Le Shih Tzu qui rentre à la cinquième place. De vierde plaats, op nummer vier, de Irish Wolfhound. Le quatrième qui rentre à présent est le plus grand de nos chiens présents. Bravo à lui! Et je demande à présent pour accueillir les trois lauréats du podium, je demande à Madame Zoubidin Gelab, échevine en charge du bien-être animal de la ville de Bruxelles, de monter sur le podium pour remettre la coupe au troisième lauréat qui va être annoncé. De derde plaats is de miniature schnauzer black. L'entrée du troisième, the third one. Large applaus. En voor de twee overblijvers. Graag een ere rondje. En de husky misschien het beste vooraan, gevolgd door het schipperke. Hop. Jos, ga jij het zeggen of ga ik het zeggen? Laat die eer aan de oudste. En de winnaar is het schipperke. Nummer 2. Première place pour le schipperke.
Et deuxième place pour le Siberian Husky. En de Siberian Husky op de tweede plaats. Thank you. Alvast bedankt, Jos de Kuiper en Jolien, voor uw kinologische wetenschap. En wat mij betreft, dames en heren, we zien u heel graag volgend jaar weer. Bij leven en welzijn. Dank u. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce Brussels Dog Show édition 2019. Madame Zoubida Gelab, ainsi que la présidente Viviane Boussman et le secrétaire général Thierry Verkoter et la vice-présidente Myriam, ainsi que le juge du Best in Show, Dirk Spruit, salut et remettent à tous les chiens le grand souvenir de ce Brussels Duck Show édition 2019. Viviane Boussman, Myriam Vermeer, Dirk Spruit, Thierry Verkoter, Madame Zoubida Gelab, Schipperke, Siberian Husky, and the third one. Nous vous disons salut et rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup.